Hey Ma. En welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is... Ah. Oh, dat is jouw naam. Maar mijn naam is Ilse Kramer en wij zijn er weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Maar in deze video gaan we gewoon eventjes een praatrondje doen met Emma. Ja. Eventjes een praatuurtje met Emma. Als jullie nog wat meer willen weten over haar, want wie ben jij? Ik ben Emma. Het is een hele leuke dag. En wat heeft Emma nu? Emma heeft eindelijk vakantie. Ja. Ja, yeah, we hebben allemaal lekker vakantie. En ga je nog op vakantie met papa en mama? Ja. Ja. Op reis met papa en mama. Ja, je gaat op reis met papa en mama, hè? Heen dan? Nee, dat weet ik niet precies waar je heen gaat. Ik weet ook niet meer. Zo goed let ik op jongens, best ik slecht. Ik ken wel. Waarheen? Juliana-toren. Juliana-toren? Ja. Ga je daar naartoe? Ja. Het zou nog best kunnen, ik heb geen flauw idee. Ik heb echt geen flauw idee. In Appleton. Oh, wat gezellig. Heel ver weg. Heel ver weg is dat, ja. Zo, moet je met het vliegtuig heen, of niet? Nee, met de auto. Oh, met de auto. Ja. Oké, ga met de auto heen. Kan ik dan paardrijden? Nee, ik ga niet paardrijden. Oh. Jij gaat wel zo paardrijden, kan je dat goed? Ja. Ja, goed zo. En wat heb je net gehaald op je kunstwerk? Een huis. Een huis. En wat voor cijfer had je op je huis? 7. Een 7. Wil je hem laten zien? Ja. Mag je wel ophalen? Hij hangt bij de tv. Duurt lang. Wachten. Wachten. Duurt lang. Wachten. Binnen 3, 2. Pak je nou water? Kom maar. Wachten. Dit kijken. Wat heb jij allemaal meegenomen, joh? Een bed. Een bed? Ja. We zien wel eens voor jou. Jawel. Oh, nou, die was van mij geloof ik, maar dat maakt niet uit. Maar goed, wat wil je laten zien? Het is een sausbed. Ja, hier. Jurassic World. Ik ben hier geweest, ik ben naar Kaaslog geweest. Waar ben je heen geweest? Kaaslog, van de Biggel. Wat, ik... Kaaslog. Kaas? Kaaslog, van de Biggel. Wat is er met de beugel? Even laten zien. Ja, laat maar zien. Nee, wat? Ja, ik snap het niet heel goed. Dus laat maar zien. En dit is wat er soms ook bij hoort, jongens. Soms versta ik ook niet alles wat Emma zegt. En dan... Op haar kamer. Op haar kamer. Oké, het ligt op haar kamer. Dus ga het even ophalen wat ze wil uitleggen. Dat hoort er ook gewoon bij. Het is dat soms verstaan jullie bijvoorbeeld niet allemaal. Of zien jullie dat ik in een derde persoon praat. Maar ja, nu snap ik niet wat ze zegt. Ze bedoelt iets met haar beugel, dat weet ik wel. En iets met haar kies of zo. Maar ik weet niet precies wat ze bedoelt. Maar dat gaat ze nu ophalen en uitleggen, denk ik even. Dus dan ga ik het begrijpen. Hoop ik. Wat heb je nu weer, joh? Een masker. Een masker? Voor een illusie. Cool. Oh, je kiezen. Ja. Oh, maar huh? Wat zei je dan? Kaaslog geweest. Kaaslog is... Jemig. Nu begrijp ik echt wat Emma zegt. Kaakchirurg. Ze bedoelde, ik stond kaas. Kwam in de buurt. Nee. Het is geen kaas, hè? Nee. Kaakchirurg. Ze bedoelde te zeggen dat ze naar de kaakchirurg was geweest. Ja. En dat ze haar kiezen eruit heeft getrokken. Ja. Twee kiezen, toch? Ja, die heeft ze nu hierin zitten. Daarnaast heeft ze nu ook een beugel gekregen. Vet stoer wel, maar je mag geen cola meer drinken. Geen kauwgom meer nemen. Nee. Nee, helemaal niks. Je plette mijn voet. Dat is het. Dus ze bedoelde kaakchirurg. Ik verstond het al gewoon niet. Maar als je gewoon nadenkt, is het best wel logisch. Maar ja, kan ik niks aan doen. Hè? Dan leg je het maar gewoon zo uit, toch? Ja. Moet ik ook eens geven? Mooi. I love you. Oh, mag ik dan niet zeggen wanneer de camera aan staat? Ja, maar hoe moet ik kijken? I love you. Of hou je niet van mij? Jawel. Oh. Moet ik zeggen. Het is verliefd. Wie is verliefd? Justin Bieber. Justin Bieber, ja, die gaat trouwen. Ja. Ja, Emma weet dat zelfs, jongens. Emma is echt een Bieber fan. En zij weet zelfs dat Justin Bieber gaat trouwen. Ja. Dat is toch top? Heb je gewoon gezien op social media, of niet? Ja. Op de tv. Bij het jeugdjournaal. Goed bezig, lekker slim. Weer nog meer dan mij. En het weer. Wat voor weer wordt het vandaag? Gaan we voorspellen? Nee. Jawel. Het wordt vandaag een beetje zonnig. 30 graden. Gaan we 30 graden? Of het wordt 31 graden. Met een noordwestenwind. Wat? Regen. Geen regen. Misschien vannacht. Rond een uur of 7 kan ongeveer regen ontstaan. Het wordt een graad of 31 overdag. In de ochtend is het nog een beetje koud. Dus ik zou goed opletten en lekker insmeren. En dan word je vanzelf wel bruin. Dat was het weerbericht van Emma Nielsen. Ja. Zijn we wat vergeten? Emma had deze gemaakt. Dit huis heeft Emma zelf gemaakt op dit houten plankje. En daar had ze een 7 op. Goed bezig. Met 7. Daar is Mitzi. Dat is Mitzi. Maar Mitzi zit nu voor je hoofd. Zie je dat? Nee. Hey. Mitzi. Zachtjes. Lief zijn, hè? Dit was weer de video voor vandaag, want ik heb niks meer te zeggen. Wil jij nog wat zeggen? Ja, Mitzi zeggen. Oh, moet Mitzi wat zeggen? Maar Mitzi kan niks zeggen. Jawel. Nee, Mitzi kan niks zeggen. Oh. Hallo. Wat wil je zeggen, Mitz? Kusje nog even. Maar dit was dus weer de video voor vandaag. Vonden jullie dit een leuke video? Doe zeker die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren.
vergeet niet te abonneren hier beneden. En de vorige video's te kijken. Ik ga niet meer op maandag uploaden. Jullie zien vanzelf al wanneer het verschijnt. En dan zien we jullie bij de volgende video weer. Tot de volgende keer. Doei doei. Scrubs.